feel paralyzed. Hallo kijkers van DJ Ali, welkom bij Rollercoaster Tycoon 3, aflevering 4. Vorige week is er wat foutje lopen en daardoor was er geen stem. Maar deze week gaan we verder werken aan ons park. Vorige week hebben we Flying Shy Guy dus afgemaakt en dit is het eindresultaat. En hij staat stil in het station, hier, voilà. Zie je dus ook de tegels die ik gebruikt heb en ja. Fun zei tegen mij, wat zou ik doen vroeg ik? Hij zei, maak maar de boomstammetjes. Oké, jullie zien hier dus de plek voor de boomstammen. Die gaan we niet helemaal opgebruiken, maar dit is wel de plek waar we even rekening mee moeten gaan houden. Dit is mijn boomstam. De boomstammetjes kunnen normaal gezien alles halen. Dus ik kan eigenlijk op sluit zetten. Wat wij gaan doen is, oh dat is iets te stil. Oh dat is al onmiddellijk in de grond. Dat willen we niet hebben. We gaan een begin maken. We gaan dus een boomstammetjes. Oh, dat is verkeerd. Moet naar daar. En we gaan dus een boomstammetjes attractie maken. Heel erg leuk en dat komt ook heel wel voor het parken. En ik denk dat we hier gewoon al een toetakeling halen. Zou dat? Of zou ik hier eerst nog gewoon zo'n bordje zo terug halen? Zo'n beetje station gaat kruisen en dat het hier een toetakeling doet. Jullie wel even play zetten, niet op pauze. Hier doet je een toetakelingetje. Een kleintje. Wat ik dan ga doen is dat die een kleine bocht maakt. Dat die hem hier draait, zou ik zeggen. Dat moet een zoiets. Dus dat is goed. Dan draait je hem hier bij je achteruit. Maar natuurlijk bestaat, want in Toverland is dat zo bij de backs, bij die boomstammen. Ik wil eens even zien hoe het uit gaat komen. Testen. We hebben de boomstammetjes genoeg. Het station is helemaal gevuld. Dus we zullen zien hoe het uitkomt. Het kan de snelheid van het water. Nee, het kan wel. Oh, dit is ook slechts niet. Ik ga het even terug dit nemen en dan ga ik hem even doorspoelen. Dat hij aan de toetakeling komt. En dan zullen we zien wat dat, hoe dat uit gaat zien. En als de toetakeling snel genoeg staat. Ja, dus die heeft niet met twee kaartjes op staan, maar dat is met die blokselectie. Dus dat is natuurlijk in dat ding toe geen probleem. Je ziet, we gaan hem hier dus draaien. Hoeveel seconden zijn dat? 3 secondjes. Oh god. Ik ben echt zo'n banaan soms, ja, meestal. Moet ik hem even op één kaartje zetten misschien? Oh god, nu doe ik het weer. Lala, madol. Even snel zetten, het wordt weer avond, maar we gaan even het systeem laten draaien en dan gaan we ook even kijken hoe dat uitziet. Even laten draaien. Voilà, nu gaat hij verder. Voldoende uitlatingsvermogen om kan je misschien ietsje langer maken en dan gaan we zo doen. Dan gaan we hem hier bordjes maken. Je komt natuurlijk overal water in. Ga ik kijken of er overal water in komt en dan ja, ik bouw wel een beetje in, maar dat maakt eigenlijk niet op zich, maakt er niet zoveel uit. En ik denk dat we misschien hier weer een nieuwe toetakeling halen. Een hogere. Dan wel buiten zone gebied, maar oh, dat is de hoogste. Ik ga hem eerst laten draaien. Denk ik. En dat hij eerst nog een stukje hoog doet. Voordat hij naar onder gaat. En dan denk ik dat hier het draaisysteem uitzetten. Hier is een afdaling doet die met ene voorhand stil. Ach god, ja jongens, dan heb ik dit weer. Gaan we even fixen dit.
Want ik haat hoogtewerken. Ik word er gewoon gek van. Een rollercoaster, dat is gewoon... Waarom kunnen ze niet... Waarom moeten ze zo moeilijk doen over zo'n attractie? Waarom? Vertel het me, waarom? Ik zal hem dan wel iets minder horen maken, hè? En dan gaan we hier onmiddellijk een ruime bocht. Nee, eigenlijk gewoon een normale bocht is goed. Draaisysteem gaat uit en dan boetje naar onder. Dat je weer het ding raken dus. Zit hier weer een foto. Jeez. Dan doen we het zo. Op zich kan dat, volgens mij. Ik zie daar geen probleem mee dat hij zo weer een berg maakt. Het jammer is dat altijd, als hij omhoog gaat, doet hij een ketting. Dat is zo'n band. En dat is eigenlijk niet realistisch, want het is niet overal waar een boomstam rivier omhoog moet gaan, dat hij een ketting moet hebben. Maar laten we even zien wat we nu krijgen. Ik moet even rekenen met het einde. Ik vind het eigenlijk wel een leuk layoutje, moet ik zeggen. Die draait zich om, dan gaat hij een heel stuk achteruit doen. Even snel draaien, hup. Kijk hoe dat uitkomt, mooi, mooi, mooi. Gaat hier omhoog. Hier draaien. Voilà. Nu gaat zich mooi draaien. Mooi inzoomen ook, ja, ja, ja. En dan nu lossen. Verlies hier al het speed. Eigenlijk is die ketting nu wel toegankelijk, want anders verlies je te veel speed. En dat is niet de bedoeling. Oh. En ik denk dat we dan gewoon een einde gaan maken. Dan zit hij nu al fucking hard. Een heel aantal tijdjes over te klagen, over die flying shy guy, maar hou je mond, inspecteurband. Oh, ik heb beter niks gezegd. Ik denk dat we zo wel goed zitten. Voilà, de boomstamrivier is ready. Dan gaan we eens even de kleurtjes bepalen, want en de karretjes natuurlijk, want er moeten 9 karretjes op. Een kaartje is eigenlijk te veel. Dus 8 is al genoeg. De kleur van de baan, het hout. Het hout, is dit de kleur van de baan? Ja. Is dit het hout? Nou, nice, dat moet onmiddellijk al bruin. En de boomstammetjes hebben meestal bruin. Oh ja, hout hè. Hout is bruin. Wat nog? Bruin. Kijk, de baan is eigenlijk maar grijs. Ik ga eerst even het gebied. We hebben niet het hele gebied gebruikt. We zien er is heel veel plaatsen. Het is ook niet zo'n heel grote attractie. Maar... daarna dadelijk gaan we even het water regelen, maar eerst gaan we het gebied terug gras maken. Voilà, geen zicht meer, we hebben niks meer van ijs te zien. En dit is 14 met 16, jullie hebben ook gemerkt dat ik uitzoom met geen muziek meer. Dat heb ik gedaan met de ding, omdat ik de muziek van de game, ja het is nu copyright, oké, okay, maar toch. Lijkt dat de kleuren zo wel kunnen, dat blauw, ja, misschien dat blauw kan. Donkerblauw maken. Zwart. Zeg gewoon dat eigenlijk wel kunnen. Hier gaan we dus wel opstopping krijgen. Altijd. Met het draaisysteem. Dat is een klein nadeel, maar... Je moet positief blijven denken. En ik kan open doen en sluiten. Dan hebben we het realistische. Van de stammetjes die in het water zitten. En nu zien ze bewegen ook nog. Dus... Boomstam Rivier 1, die gaan we even anders noemen. Ik, hoe heet die van Bobbiana nu eigenlijk weer? Godverdomme mensen. Eén is Indiana River en die andere is, Splash Mountain. Dat is misschien ook wel iets leuks, maar, die andere is, ik heb nog een Splash Mountain noemen. Splash Mountain. Geen muziek gaan we gewoon houden. Zit hier ook geen muziek op deze? Dat mag het niet, hè? Oh, dat is verkeerd. Geen muziek, nice.
Zo moet dat. Dan gaan we station berekenen. Berekenen. Beginnen. Eerst gaan we wachten. Eerst gaan we de paden door laten lopen door hier. Want dan moet even rekening maken. Ik zie dat er zelfs een paar bomen in de weg zijn. Welk pad heb ik nu? Ik heb dit pad nodig. Die bomen de weg. Deze boom moet ook weg. En het pad gaat doorkomen tot hier. Hier is dus de ingang, maar ik moet even rekening houden met de wachtrij. Die wachtrij mag wel even lang. Science Fiction, Wild West. Ik denk Wild West is wel iets moois. Nee, ik wil Wild West. Zo hout. Ja, dat is super. Is toch mooi? En dan... Zo... Mag wel even een beetje kronkel zijn. En dan zou ik zeggen dat we hem dus hier laten binnen. Hier is de ingang. Dan is dit het wandelpad natuurlijk. Dat weten jullie dat we dat zo doen. Zo doen we dat met dat wandelpad en dat bijpad, zeg maar, om het zo te noemen. Het bijpad. Daar loopt niemand op. Ja, daar lopen er wel op, want daar staan ook bankjes en zo op. En aan het bijpad gaan altijd aftakkingen gebeuren. En nog cetera. Die wachtrij gaat een stuk buiten komen. Maar ook de rest, het meeste deel gaat binnen. Dus de uitgang ga ik gewoon simpel doen. Voilà, die uitgang hoef ik niet, weet niet hoe te zijn, want dat is mijn uitgang. Die moet wel een beetje, ja, open, bloot, hoe moet ik het zeggen, weet niet precies. Maar, oh, dit is het verkeerde pad. Nee, het verkeerde pad. Ik heb dit pad nodig, voilà. Ik kan mijn spellen eerst even, nee, ik kan hier nog even eerst dingen leggen. En misschien is het wel leuk dat we hier nog zo dit doen. Het ziet er eigenlijk wel niet slecht uit. Oh, dat is ook iets te hoog. Dan doen we hier nog. Oh. Zo doen we dat. Voor de sier. Ja, het ziet niet slecht uit. Dan gaan we spel even opslaan. Dat is dit. Tja. Station. Daar ga ik eens naar kijken. Ik ga met hout werken, denk ik. Verkeerde categorie. Hout. We hebben avontuurlijk. Dat zijn Atlantis muren. Nou, nah, eigenlijk is het niet echt Atlantis, maar het is ook niet echt, ja, ik vind het westhout, denk ik, dat hier mooi staat. Het hout van het Wilde Westen. En eigenlijk, nu ik hier net langskom, zie ik hier het schommelbootje van halve maan staan. Die ga ik even plaatsen in mijn park. En die ga ik een mooi plekje geven, die gaan we daarna ook even mooi afwerken. Maar, ook zit in het verkeerde te kijken. Met de hamer even gaan, moet even voorzichtig zijn dat ik niks aanraak met mijn muis. Anders kan die al vastlopen. Halve maan. Waar gaan die hier tussenin, zeg maar, zou die eigenlijk wel kunnen. Ik denk dat we hem hier zetten. Zo. Daar komen we dadelijk op terug. Eerst gaan we, zouden we die misschien... Nee, kijk, we gaan eerst wat je maakt. Ja, wat je maakt maak je af, maar... dit gaan we dus afmaken en... Ik weet niet hoe deze vloer uitziet. Oké, we gaan het toch. De wachtrij maakt niet uit. Ik kan hem overdekken. Kijk, dit is een spoorwachtje, maar ik kan hem overdekken, de wachtrij. Met platen. En dat met een reden natuurlijk. Ik ga even zo'n kronkelwachtrij doen. En dan hier de in. En dan hier de uit. Wat ik nu kan doen, en dan ben ik blij dat ik het kan doen. De kleuren ga ik eerst even fixen. De palen, dit zijn volgens mij de palen. Nee, dit zijn niet de palen, dit zijn dit de palen. Dit zijn de palen. Palen ga ik zo van beige-achtig maken. Het geel, wat is er nu precies allemaal geel? Ik zie niet onmiddellijk wat er geel is en wat er nu nog zwart is. Dus dit is even zwart maken. Dus ja, de palen zijn iets te... Ik ga het zo doen en dan dit. Ik zie niet wat er verandert. Ik zie niet echt wat er verandert. De prijsinkomst 10 cent, ja, die mag iets hoger. Dan gaan we iets doen wat jullie waarschijnlijk niet kunnen, aangezien jullie dit ding niet hebben. Ik druk op dit, alle hekjes zijn weg. Met een reden, aangezien ik kan nu de custom objectjes die hierbij horen plaatsen. Dat zijn de opstapperon, dus en dan... Hier, voilà. Kunnen we nog kiezen. Dit is een grijs, dit is iets donker. Ik heb het hout pakken. Vind ik gewoon heel mooi.
Dan hebben we verschillende soorten hekjes. We hebben hekjes met zijn het hekjes met de bolletjes? Nee. Zijn dit hekjes met de bolletjes? Ja. Dat is halve maan 3 dus. Die gaan we erop zetten, draaien en erop. Wat dit precies is, weet ik niet. Ik kan het ook niet plaatsen. Dit ga ik wel plaatsen voor het realisme. De motor, de aandrijfmotor. Aan twee kanten natuurlijk. Zet hij er mooi onder? Ja, die zet eronder. Halve maan, de motors van halve maan. Dan gaan we hier een custom pad leggen. Om het zo te maken. Waar is mijn... Ben ik fout aan het kijken. Hier zijn paden. Dit zijn walls. Ik moet eerst... plat hebben. Dat is asfalt. Dit zijn bricks. Die gaan we zo doen. Over de hele attractie gaan we die leggen. Omdat... Hier zeggen de mensen dan nog alsof komen. Om in en uit te gaan. Dus aan de andere kant doen we het ook. Tot langs de paal gaan we dat even regelen. Dus dat is hier, hier, hier. En dat heb ik in een park bij mij. Een ander park ook gedaan. En toen dacht ik van, hey, dit ziet er veel beter uit. Realisme is erin. Van de grotere. De attractie dat die al een pak groter uitziet. Met dit. Erbij, met dit met die tegels en dat uitbreidingstukje en hieronderin komen ook allemaal tegels. Zo. Je ziet, custom heeft veel voordelen. Het kan gewoon allemaal over elkaar gelegd worden. Ik weet niet wat nog allemaal. Ook de wachtrij krijgt deze tegels. Zodat ze dus niks van die lelijke dingen hoeven te zien. Oh, hiervoor gaan we nog iets heel moois maken. Want ik ga het allemaal mooi maken hier. Ik ga het echt allemaal mooi maken. Halve maan. Denk dat we dan alles hebben. Ik ga het hier eigenlijk zo doen. En dan hier en hier kan het dan weer niet. Denk dat we het dan hebben, hè? Ja. Alleen dit nog even erbij pakken. Dit moet ik wel nog afdekken. En dan gaan we hekjes plaatsen. En dan gaan we wel hekjes gebruiken van het spel. Dat zijn de piratenhekjes. Waar zijn we? Hier, piraat. Nu heb ik eigenlijk het dingen van het... In de wachtrij weg. Dat is jammer. De wachtrijhekjes heb ik dus weg. Dat is een beetje kut. Aangezien ik dus nu niet meer weet waar de... dingen zit. Ik denk dat ik ook andere hekjes ga gebruiken. Ik ga hekjes van het set gebruiken. Die ik kan plaatsen. Dus die ik over dingen heen kan plaatsen. En die heb ik, waar staat die set? Hier staan. Greetings. Die ga ik dus gebruiken. Waar, die heb ik al gebruikt volgens mij hier. Dus klopt, ik weet niet. Nee, dat klopt niet. Ik heb hier niet gebruikt. Dus net rechten. Met zijn strategisch. Ik wil eigenlijk, die wil ik gewoon zelf kan dingen. De kleuren, die mogen bij mij wel bruin eigenlijk. Ja, dus geef ik dat piratententje. We gaan hier om de palen in. Die paal, daar hoeven de mensen niks van aan te trekken van die paal. En dan... Ja nee, want dat is gewoon van de... construct... Oeh, die zit fout. Dat is van de attractie. Dus daar hoeven de mensen ook niet te komen aan die paal. Voilà, die gaan we gewoon voor elkaar. Maakt niet uit. Het is toch allemaal custom. Dat kan gewoon allemaal. Het is ook niet symmetrisch, zie ik. Die moet weg. Toch? Ik denk dat het hetzelfde uitkomt. Hier komt er wel hetzelfde uit. Die gaan we even mooi afbakenen. Ik ga eerst en vooral ga ik eventjes om te dingen. Ga ik de hekken terugplaatsen van de wachtrij. Dan kan ik daar de hekjes vervangen. Kijk, dit zijn dus de hekken van de normale attractie. Die laserhekjes. En ik heb deze nodig. Ik ben nu op de plekken waar een laserhekje staat. Ga ik een normaal hekje zetten. Kijk, dan gaan we dat die laserhekken weghalen.
En dit is de noorden. En die moeten weg. Die moet wel blijven. Dus wij hebben nu alles geplaatst. Ja, oké, de laserrakken gaan weg. En dat doen we zo even hier. Voilà. Weer mooier. De laserrakken zijn weg. Kijk hoe mooi, jongens. Dit is toch een mooi prachtexemplaartje, moet ik zeggen. Halve maan. Ik ga even terug mijn hekjes pakken, want ik ben nog niet klaar. Nee. Hier moet nog wat dingen komen. Hier komt ook nog een mooi hekje rond. Voilà. Heb ik hier eigenlijk een ingang speciaals? Nee. Hier komen ook hekjes. En hier ga ik iets moois maken. Hier ga ik iets decoreren. Om het een beetje op te vrolijken. Want het ziet er wat saai uit hiervoor. Ik ga hier wat decoreren met een fonteintje eigenlijk ofzo. Geen waterval. Ik ga de grond wat kleuren naar zand. Zit tuinen zand. Ik moet bladzand hebben. Oh, dit is veel te grote spreidingsruimte. Hier kunnen we gewoon onder de attractie in de wachtrij door. Voilà. Het komt daar wel een klein beetje onderuit, maar dat maakt niet zoveel uit. Ziet, zand. Het is ook niet echt allemaal hetzelfde kleurtje. We gaan dit even afwerken met... even denken. Ik ga de dingen van piraatjes selecteren. En kijken wat we dan krijgen. Ik krijg een bootgevel, ik krijg hekjes. Oh, er zijn allemaal hekjes in. Vergeten, natuurlijk. Dat is maat. Ik heb een set. Piraat. Station piraat. Kijk, barrels. Van die mooie tonnetjes. Zo. Kijk hoe mooi. Dit ziet al mooier uit. Het is nu al, ik ben er nu al een beetje verliefd op. Dit is niet zeg maar daarvan. Dit is allemaal van een boot. Hier zit ook een bootje. Er zijn ook bootjes, hè. Dus hier nu is een klein... Dat is ook een kapseize boot, maar die is veel te groot om hier binnen in te zetten als ik niet vergis. Die kapseize boot. Waar staat die? Zoeken. Hier, chipswrak. Ja, jongen, veel te groot. Kijk hoe groot het is. Veel te groot. Hoe er wel eventueel binnen kan van dit, die shotkist. Die kan ik hier in de wachtrij eigenlijk zetten, wel zetten. Zo. Misschien. Nee. Zo. Hier eentje. Misschien een tonnetje in de wachtrij. Ziet er nog niet slecht uit, denk ik. Een tonnetje in de wachtrij. Hier wat van dit. Zo'n schuin dingen hierbij. Voilà. En een paar zakken. Ja. Zakken. Zo. Een paar zakjes. En we hebben hier nog kistjes van de kapitein. En wat hebben we hier nog in deze set? Hier is een bureau. Denk dat het wel moet zijn. Of nog wat goud. Twee soorten kanonnen. Dit is een diagonaal kanon. Speel ze nu tot... Nee, wacht. Ja. Als we hier een kanon zetten, hier een kanon zetten, dat is wel mooi. Dan heb je hier... random rotation. Deze heeft ook random rotation. Dus ik weet niet wat ze hiermee bedoelen met random... Oh, wat? Ah, zo, die kan zich ook schuin zetten. Kijk, mooi. Schuine bootje. Schuinbootje. Als we hier nu een mast inzetten, nee geen mast, maar als we hier nu een piraat van het spel bijzetten, van de game, een piraatje bijzetten. Zo, zijn we in de kap. Nee, dit is al veel groter dan die kusten. Ah jongen, jammer dit. Het is gewoon jammer. Volgens mij, nee, die zijn veel te groot. Kijk, in vergelijking met de kusten is dit veel te groot. Dus we gaan geen gameobjecten van het spel dus zelf gebruiken. Wel, nog een paar van die barrels. Die zijn gewoon... Lekker mooi, simpel om te plekken, lekker om te plaatsen. Kan er nog een op. Kijk. Nog een barrel, een diagonaaltje. Het ziet er toch al veel mooier uit, vind ik. Een anker, natuurlijk. Dit is een small, pak maar large anker, pak maar een klein anker.
groot genoeg. Misschien zo twee ankers tegen elkaar als dat krijg fix ooit. Zoiets, ja. Ik denk nog wat barrels gaan zetten. Hè. Zijn dit verschillende? Oh ja, dit zijn grote en ik heb er ook nog kleintjes in dit voetbal. Dat misschien zo'n hoekje. Nee, hier en dan hier nog. Zo moeten we dat hebben. Die kan weg. Zo, zo doen we dat. Kijk, dit is nu een mooi attractietje moet ik zeggen. Halve maan. Weet je ook halve maan of weet je halve maan 1? Dan zal er halve maan 1 heten. Ja, die moet even zo doen. Jongens, dit is de aflevering voor vandaag. We hebben dus twee dingen gedaan. We hebben de halve maan bijgeplaatst. Plus, mooi gemaakt. Jullie zien ook, het ziet er mooi uit. Ik vind het echt mooi uitzien. Ik heb een teamspeak, excuus. Maar de boomstammetjes is voor de volgende aflevering om af te maken. Splash Mountain, volgende aflevering. En dat is volgende week woensdag.